YouTube, leuk dat jullie weer kijken. Welkom bij weer een nieuwe video van Leren Goochelen. Vandaag een truc met een briefje van 20 en een balpen. En het mooie is, als ik dit briefje van 20 in de lengte door midden vouw, dan maak ik er een mooi stevig stukje papier van. En ik pak mijn pennetje. Dan kan ik dat briefje van 20, geloof het of niet, laten balanceren op mijn balpen. Dat is mooi, hè? En nu willen de mensen natuurlijk zien of dit wel een normaal briefje van 20 is. En dat kun je dus ook gewoon laten zien. Niks aan de hand, er zit ook geen lijm of zo op de pen. Gewoon een normaal pennetje en een normaal briefje van 20. Wil je weten hoe deze truc moet? Blijf kijken, want dan ga ik het je zo meteen uitleggen. Nou, de uitleg van deze zwevende 20 euro truc is eigenlijk heel erg makkelijk. Wat heb je nodig? Een briefje van 20, of van 10, of van 5, of 50, of 100, maakt niet uit. Als het maar een briefje is. Een balpen of een potlood of misschien je vinger. Je kunt hem ook op je vinger laten balanceren. En het geheime voorwerp wat je nodig hebt voor deze truc is een muntje. En ik gebruik een muntje van 20, maar je kunt ook een euro gebruiken, 2 euro, wat je maar wilt. 50 cent. Maar een muntje van 20 is gewoon is mooi klein en kun je mooi in je hand verbergen als je de truc begint. Je laat namelijk het briefje zien dat het een gewoon normaal briefje is. En terwijl je dat pakt, doe je met je duim, verberg je die 20 eurocent, die verberg je al achter op het briefje. Dus als je die zo vast hebt, ziet niemand dat jij die 20 eurocent in deze hand hebt de hele tijd. Dus dan ben je klaar om het briefje te gaan dubbelvouwen. Wat je dan doet, is je vouwt hem gewoon aan deze kant, vouw je hem een keer dubbel, zodat die 20 cent daar tussenin blijft zitten. Vouw je hem precies door de helft. En dan hou je hier aan de bovenkant hou je nog een klein flapje over. Die kun je daar weer een keertje overheen vouwen op deze manier. En dan heb je dus dit. Ik zal het even in de camera laten zien. Dat de munt moet dus ja, mooi klem zitten. Ja, en dan is het natuurlijk heel makkelijk om dit te laten balanceren. Want in het midden werkt niet meer, omdat die aan deze kant veel zwaarder is. Dus dan pak je gewoon je pen of je vinger. Je vinger is wat groter, gaat wat makkelijker. En dan zoek je gewoon precies dat punt op. En dan kun je dus je briefje laten balanceren op je vinger of op je pen. En als je dan klaar bent, dan pak je het briefje. Dan open je je hand. En dan schuif je het muntje schuif je er gewoon uit. En je hand sluit je. En dat doe je allemaal zodat jouw publiek het niet ziet natuurlijk. Dus ik had hem zo vast bijvoorbeeld. Je kunt hem ook zo doen. Of als je hem op de pen hebt liggen. Ik zal hem even op de pen leggen. De pen is lastig, maar het effect is wel mooier. Omdat de pen natuurlijk maar een heel klein oppervlak is. Pak je gewoon het briefje hier vast. Zorg dat het muntje er niet uitvalt. Je pakt hem over, want je doet net alsof je hem open gaat vouwen. Kijk, en mee dat je hem openvouwt, dat gaat helemaal automatisch. Hier hoef je geen goochelaar voor te zijn. Dan heb je je muntje al vast. En dan kun je dus gewoon je briefje open laten zien. En kun je weer teruggeven aan je toeschouwer. Bedankt voor het kijken. Als je deze truc leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn video's als je dat nog niet gedaan hebt. Kost helemaal niks, abonneren. Maar dan krijg je wel iedere keer een berichtje van mij als er weer eens een nieuwe video online staat. En dan zie ik je terug in een van de volgende video's. Bedankt voor het kijken. Bye bye.